Meneer Dibby Persaat, bedankt voor uw komst. Um, ik heb al in mijn uh, aankondiging aangegeven dat wij gaan praten over de stand van zaken met betrekking tot onze economie en uh, de stappen die de regering heeft ondernomen om uh, de economie weer gezond te maken. Um, er zijn heel veel ontwikkelingen hebben zich uh, voorgedaan. Het IMF heeft uh, het tweede deel al gestort. En volgens de rapporten van het IMF geven ze aan dat wij richting goed gaan. Wat zegt de analyse van uh, de Vereniging van Economisten in Suriname? Ja, het, uh, eigenlijk zegt u het uitstekend: uh, we gaan richting goed. Dus daarmee uh, betekent het dat, dat we nog niet goed zitten. Maar um, waarom praten we eigenlijk over economie? In Suriname, een kleine samenleving, vertelt economie zich snel en sociale omstandigheden en sociaal. Waaronder um, firefiring, inflatie, uh, wisselkoersen en dat soort dingen. Dus vandaar dat het belangrijk is voor iedereen om zich bezig te houden met hoe het gaat met de economie. Uh, dit jaar viel er veel te doen. Eigenlijk sinds vorig jaar weten we dat uh, Assange Focus op in de economie, dusdanig dat IMF het pad maar had verlaten vorig jaar. Dus het heeft precies twaalf maanden geduurd. Of het IMF is weer aan boord met Suriname. Maar we moeten echt pittige maatregelen gaan nemen. Het, uh, twee zijn al ingaan of een paar zijn al ingaan in juni. Waarschijnlijk zullen mensen het hebben gemerkt aan hun stroomrekening, waterrekening en nog andere dingen. Maar er komt nog meer. En uh, die, deze, deze uh, veranderingen, in, wat ik heb genoemd zijn prijsveranderingen, zijn nodig omdat uh, er erg veel subsidies zijn. Die subsidies zijn opgestapeld door een hoop jaren heen, maar uh, de overheid is erg veel geld hieraan kwijt. Dat geld wat je liever richting ontwikkeling, richting scholen, infrastructuur, gezondheidszorg kan stoppen, want dat hebben mensen meer nodig. Um, feit is wel dat elke prijsverandering gevoeld wordt door mensen die nu al niet uitkomen. Uh, er is een behoorlijke mate van verarming in Suriname, niet goed berekend hoor, uh, hoeveel dat precies is, wat het precies is. Feit is wel dat bij elke wisselkoersverandering, we hebben een paar dagen uh, een redelijk stabiele wisselkoers, maar geen zekerheid hoe lang dat zo zal blijven. Kleine veranderingen hierin betekenen al dat mensen steeds minder uitkomen. We zien dat de uh, prijzen van dingen die we normaal zijn te gebruiken, misschien zijn ze niet de meest gezonde dingen die ik zo meteen ga noemen: soft, uh, uitgaan, uiteten. Uh, misschien niet de meest gezonde dingen, maar we doen dat als Suriname. Ze ja, zijn voorst gestegen. Um, verschillende media laten met statistieken van ABS zijn, zien hoe dat maand tot maand gaat. Uh, we weten dat we drie jaar hebben gehad van hoge inflatie. Dit jaar zal helaas ook weer eentje worden van hoge inflatie. Hoge inflatie betekent dat prijzen van, van alles en nog wat uh, behoorlijk stijgen. Uh, als je ze allemaal bij elkaar optelt, uh, dan krijg je dus wel een schrik. Van, uh, het betekent dat men, uh, als je salaris niet uh, corrigeert, um, in, in reële termen, niet in nominaal krijg je steeds meer mensen die in armoede komen, die uh, hun gezin niet goed kunnen onderhouden. En dat betekent dat je problemen in je samenleving veroorzaakt. Ja, dus uh, als ik goed naar u heb geluisterd, dat herstelplan van de regering heeft dan uh, niet gezorgd voor verbetering of redding. Nee, nee, precies. U zegt het helemaal terecht vanochtend. Dus het herstelplan heette Herstelplan 2020-2022. De regering heeft vanaf het begin gezegd dat er veel crises zijn, verschillende crises op elkaar. COVID was ook eentje ervan. Toen is er een herstelplan gekomen om de economie in orde te maken. Het herstelplan is formeel in 2020 afgelopen. Maar in elke regeringsanalyse, en de VES heeft goed daarna gekeken, hebben we gezien dat de regering. Um, Erg weinig van die maatregelen uh, aan het nemen was, in place had. En een groot gedeelte heeft nooit zijn einddatum gehaald. Belangrijk is, de regering erkent ook in januari vanaf, uh, vanaf begin van het jaar dat, we, dat de crisis voortduurt. Um, er moeten nieuwe komen, want uh, die problemen in de economie moeten opgelost worden. Tegelijkertijd, die sociaal-maatschappelijke problemen die aan het ontstaan zijn, daarop hebben we ook een antwoord nodig. We hebben ook een uh, antwoord nodig over al die andere facetten. Uh, die uh, uh, een goede toekomst voor uh, uh, onze kinderen zal, zal betekenen, onderwijs en dat soort zaken. Met name bij deze delen blijft de overheid erg stil. Uh, dat geeft een, 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 een lastig gevoel bij mensen, want je krijg, als de overheid niet communiceert over zaken waar mensen meer over willen weten, dan ontstaat er paniek en gaan mensen. Het, me het meest slechte erover denken. Dus er valt veel te doen dit jaar. Het is een, een moeilijk jaar. De uh, VS had ook december vorig jaar gezegd dat 2023 wel eentje gaat worden van nog meer uh, druk, van nog meer pressie op de samenleving. Helaas heeft de politiek het aan het begin van het jaar anders genoemd, maar een jaar van verlichting. Maar uh, die verlichting zien veel mensen vandaag de dag niet. Uh, u zei voordat we live gingen: van ja, maar als je kijkt naar die macrocijfers lijkt het wel goed te gaan. Dat klopt. Een aantal bedrijven, met name zij die geleerd zijn aan olie- gasgebeuren... Er, er is nog geen druppel aardolie uit de grond gekomen, maar u begrijpt, van, er is een bepaald traject voordat dat kan gebeuren. Dingen moeten aangeleverd worden, letterlijk, maar, maar op Mensen ja. moeten zich kleden, ze moeten een dak boven hun hoofd hebben. Dus die uh, bedrijven die toeleveren, aanleveren, die verdienen wel. Maar er is een heel klein gedeelte van de samenleving, echt, de meer elite mensen hebben vorig jaar... Hebben het vorig jaar goed gedaan, ze zullen het nog steeds ook uh, goed doen. Veel mensen merken dat niet. Uh, dat is algemeen wel de roep uh, uh, op straat. Van uh, uh, when, hoe lang gaat het duren dat ik het ga voelen? Ja. Feit is wel dat de overheid het ook erkent. Vandaar dat ze dit jaar zijn begonnen. Om een toelage, een toeslag te geven aan groepen 1800 voor een groot gedeelte, waaronder ook gepensioneerde 2500 voor de ambtenaren. Dus ook de overheid erkent dan dat het een heel moeilijk jaar wordt. Of het voldoende is voor mensen, uh, dat weet ik niet zeker. Ja, een maand geleden tijdens uh, um, die analyse met betrekking tot 2,5 jaar regering Santoki brunswick heeft de president enkele wapenfeiten gepresenteerd. Met name 7 maanden importdekking, een uh, goede kasreserve, dus een uh, Macro-economisch gaat het, maar meestal nog niet. Nou, dus ook, ook als, je, uh, door, als je deze cijfers doorspeelt, als je met een vergrootglas eroverheen gaat... en dat doen de, doet de vest, maar dat doen ook economen buiten Suriname... dan merk je van dat het toch erg fragiel is. Die zeven maanden is met al de potjes bij elkaar opgeteld. Uh, uh, reserve dus vreemde uh, de, de valutadekking, imf de goede. Uh, dan komen we op een, op een redelijk bedrag. Maar een groot gedeelte daarvan kan de centrale bank niet aanwenden. Vandaar dat we ook die ontzettende sprongen in de wisselkoers hebben gezien de laatste maanden van vorig jaar, met name ook dit jaar. Uh, gewoon de centrale bank heeft onvoldoende middelen om, het, om daadwerkelijk uh, te stabiliseren. En we horen ook vaak van dat ze het niet mogen doen. Maar stel dat ze het wel zouden mogen doen van het IMF. Uh, ik ben trouwens niet ervan overtuigd hoor, dat de centrale bank helemaal niet mag ingrijpen. Men kan het gewoon niet doen omdat men echt niet zoveel reservemiddelen heeft. Vandaar dat alles richting marktwerking gaat. Marktwerking in Suriname is soms uh, een magisch woord geworden zonder dat het goed onderzocht wordt. Feit is wel dat um, uh, we langdurige stabiele wisselkoersen nodig hebben voor mensen om uh, ru uh, uh, rust te krijgen. Um, om te kunnen plannen en voor bedrijven met name om te kunnen investeren. Pas als bedrijven investeren zullen meer banen komen en zal er langzaam verbetering in de economie uh, ontstaan. We hadden het zo net over het herstelplan. Uh, een, een, een nieuwe daarvan is erg belangrijk. Maar het herstelplan organiseert alleen maar die kant van de overheid. Maar uh, de overheid is een verdiener in, in de economie. Bedrijven zijn die andere verdiener in de economie. En natuurlijk gezinnen huishoudens. Dus... Uh, we moeten ook goed nadenken, hoe gaan bedrijven groeien, waar gaan meer banen gecreëerd worden, zodat de grote groep werklozen een goede baan zo meteen heeft. De mensen die van de schoolbanken komen, niet werkloos uh, thuis zullen zitten. Dus het zijn dingen waar we wel aan moeten werken, we willen we een sterkere economie opbouwen, een sterker land hebben. Ja, um, tijdens uh, de laatste review van IMF, um, of daarvoor zelf, had... Met name de Nationale Assemblée, um, moeite met uh, de OMO's. En met een functionaris van de Centrale Bank heb ik gesproken. En die functionaris wist me te vertellen dat OMO's, um, dat, dat van OMO is opgenomen binnen de overeenkomst van IMF, om zo um, door te voeren om de koers te stabiliseren. Wat is uw kijk hierop? Ja. Dus uh, ja, er zijn erg veel ingewikkelde termen. Feit is dat uh, uh, er een ontzettende geldhoeveelheid is en die moet verkrapt worden. Uh, er zijn daar binnen een paar uh, mogelijkheden. Uh, die OMO-operatie werkt op een klein gedeelte. Uh, vorig jaar hebben we tegelijkertijd gemerkt dat de centrale bank bezig was om die reeds bestaande geldhoeveelheid af te romen uh, te verkrappen. Ja. Maar dat uh, augustus, november en de andere maanden van vorig jaar de. ...overheid, ministerie van Financiën, laat ik het voor, uh, veiliger zeggen, de overheid... ...plotseling weer die geld, geldkraan opendoet met uh, benzine-subsidie die fors elke maand werd. Dus dat betekent dat waar de centrale bank aan het verkrappen is... Uh, ...daar gelaten hoe succesvol de, de effecten ervan zijn geweest... ...is die overheid tegelijkertijd ook bezig om weer die kraan open te zetten... ...waardoor die geldhoeveelheid weer groeit met als netto-resultaat dat uh, de wisselkoers weer uh, ver verandert... En het, uh, uh, op een negatieve manier voor de samenleving. Dus um, er is in plaats van dat er netto uh, geld is uh, verkrapt, is er juist meer erbij gekomen in het afgelopen jaar door het toedoen van de overheid. Ja. Het is dus erg belangrijk dat uh, de centrale bank, de overheid en alle actoren aan tafel gaan, uh, maatregelen bespreken en die vervolgens consequent nemen. Op het moment dat je jumpo-jumpo dingen gaat doen, ook al wil je mensen een plezier doen, Uiteindelijk werkt het voor iedereen elke volgende maand zeer negatief. En het, deze les moeten we een keertje leren als overheid. Po populaire maatregelen maken dat mensen na een paar weken beginnen te huilen over je populaire maatregelen. Dus laten we liever niet meer uh, die, deze maatregelen herhalen. Ja, men um, werkt nu al een stabiele koers. En uh, een van de maatregelen die men heeft genomen is dat uh, die kredietverlening um, uh, eigenlijk een beetje beperkt moet worden. Um, banken moeten weinig geld uh, of minder geld uitgeven aan leningen zodat men uh, ook dat van uh, dat hoeveelheid geld mm -hmm. binnen de samenleving een beetje afroomt en uh, niet uh, te veel verspreidt. Mm -hmm. Is uh, die maatregel goed? Gaat het werken? Ja, dus um, uh, op het moment dat uh, uh, de centrale bank is verkrappen bezig, de uh, uh, algemene banken kunnen dat ook doen. Uh, daarbinnen hebben ze dus een kredietportfolio en um, sinds jaren en dagen zegt de VES van binnen dat kredietportfolio is het belangrijk om de handelskredieten zo, min, zo minimaal mogelijk te maken. Je hebt ze op, uh, op zich wel nodig, want zaken moeten geïmporteerd worden. Inmiddels importeren we veel van ons voedsel, ondanks dat we zo'n vruchtbaar uh, stuk land hebben, wat bijna niet benut wordt. Uh, tegelijkertijd moeten uh, zijn productiekredieten, vooral die in de landbouw, ontzettend duur. Dusdanig duurt dat het is erg moeilijk is voor uh, nieuwe landbouwondernemingen om te starten, omdat het op, als je 20, 25 rente moet betalen, uh, wo wordt het erg moeilijk om dat te, te verdienen en terug te betalen. Dus um, binnen de, 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 uh, de kredietportfolio van de, van de banken moet men beter gaan balanceren, die handelskredieten minimaliseren en de productiekredieten goedkoper maken, uh, eerder uitgeven. Um, misschien dat men die periode van uh, terugbetaling moet, uh, moet verlengen. Dus uh, um, beide zijn nodig: het verkrappend gedeelte, maar ook het beter inzetten ervan. Een gedeelte wordt gebruikt voor woningbouw, dus dat is goed. Um, maar het is belangrijk dat um, uh, wat we hebben gezien, die ontzettende groei van de automarkt is gekomen, omdat die. Uh, commerciële kredieten, eigenlijk zijn het consumptiekredieten, ja. dus daar een goedkoop waren, dat het geen, niet meer interessant in Suriname werd om te investeren, maar eerder om dingen te importeren, want die kan je toch weer na een maand of twee, drie maanden kwijt en dan betaal je schuld af. Die andere dingen doen drie, vijf, zes jaren voordat ze daar zijn en dan zit je nog steeds met dat probleem elk jaar van hoe je gaat aflossen. Ja. Dus willen we het land opbouwen, hebben we een regering nodig, uiteraard de Centrale Bank. Maar ook de algemene banken en de rest van de randvoorwaarden moet in place zijn, zodat het interessant wordt voor ondernemingen die uh, reeds bezig zijn om te groeien, om meer banen te creëren, om nieuwe dingen te doen, zodat ze meer kunnen exporteren. Dit zien we dus, wat ik zo net heb genoemd, is een productieplan. Er is gewoon geen productieplan. We hebben een herstelplan nodig, maar we hebben vooral een productieplan nodig. Ja. Dat van IMF is belangrijk, maar u moet begrijpen dat het IMF voornamelijk werkt op het, wat ze noemen, monetair. De dingen die te maken hebben met de centrale bank. Maar dat is een klein gedeelte van de economie. Het grotere gedeelte van de economie, dat zijn u en ik, de mensen thuis. Uh, wij weten nog niet precies hoe wij een betere toekomst gaan krijgen. En dat veel hangt ook af van wat we zelf in staat zijn om te doen. Voorlopig is, is er bijna niets prikkelends om, 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 om echt creatief bezig te zijn, om investerend bezig te zijn. Ja, omdat de koers uh, blijft stijgen, nee, um, ja, de inflatie is hoog. De, 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 dus de ja, is inflatie is hoog, de rente is erg hoog. Ja. Um, we hebben ook in het afgelopen jaar onlangs de OMO gemerkt dat de spaarrente bijna haast uh, hetzelfde bleef. Um, op het moment dat de spaarrente minder is dan de inflatie, betekent dat je... Eigenlijk dom bezig bent, want je verarmt door te sparen. Ja. Zo is dus ook die beweging gekomen dat mensen in vreemde valuta zijn gaan uh, sparen, omdat dat je beschermt tegen wisselkoers en dat is veel aantrekkelijker. Dus um, veel zaken die we moeten oplossen. Het was beter dat we het vorig jaar hadden opgelost, nu onder druk van IMF, want dat is het eigenlijk. Um, we willen het als land oppakken, maar we moeten het oppakken omdat het goed is voor onze burgers. En ja. we moeten vandaag beginnen om het op te pakken. Hoe meer we het uitstellen, hoe moeilijker het wordt om de goede dingen op de juiste momenten te doen. Dus landgenoten sparen minder in SRD? Um, ja, omdat je uit, uiteindelijk bedrogen uitkomt. Niemand wil een dief aan zijn portemonnee zijn. Dat is dus, het wordt genoemd speculatiemotief, maar het is meer dan uh, 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 rationeel, realistisch als mensen. De, die extra SRD's die ze hebben, dat ze dat omwisselen. Want het geeft de veiligheid tegen ontwaarding. Plus... Um, je hebt het over een maand om de dingen die je nodig hebt te, te kunnen betalen. Als je het SRD's had gespaard is de kans groot dat je het niet meer gaat kunnen aanschaffen zoals je dat had verwacht. Ja, um, met betrekking tot uh, de ratings, hm. want we zijn uh, nu gunstiger, we hebben een gunstige rating. Um, ik heb ook opgemerkt dat er een goede balans is op de staatsbegroting. Um, dat van 7 maal heeft u al uitgelegd. Dus ondanks deze zaken zegt u dat is monetair Maar voor wat betreft. Um Reëel, dus productie. Ja, moet er veel gebeuren. Dus dat um, wat de uh, kredietwaardigheid betreft, de rating. Um, ons land was vanaf 2020 in default. Wat inhoudt dat. Um we de schulden niet aflossen. Ja. Uh, je kan je voorstellen dat als je een schuld hebt bij een bank als persoon en je weigert om te praten met die bank, je weigert om je maandbetalingen te doen, kom je in grote problemen. Je, er kan beslag op je dingen gelegd worden. Beslag leggen op zaken van een land is een stukje moeilijker, maar het geeft je wel een negatief pla plakat en dat is die default. Door een onderhandeling met uh, de Oppenheimer uh, schuldeisers is die ja. default afgeschaft. We hebben. Een rating, het is eigenlijk een van de slechtste in de wereld, maar li liever een rating dan geen rating, want voor de investeringen die nu moet, moeten komen in olie en gas, maar eigenlijk ook in toerisme en nog veel meer zaken, hebben we kapitaal uit het buitenland nodig en kapitaal uit het binnenland nodig. Um, zolang een land die default status heeft, default betekent one betaler. Gaat niemand zijn geld erin stoppen? Want het risico zit erin dat je dat geld nooit gaat terugzien, niet gaat terugverdienen. Dus nu kunnen we werken aan een betere toekomst. Het heeft lang geduurd, hoor, want ons land is vanaf 2021 aan het onderhandelen. Uh, niet het beste resultaat, eigenlijk een vrij slecht resultaat is eruit gekomen. Waarom, maar okay. waarom slecht? Uh, slecht omdat uh, er wordt gesproken van een herkort, dus dat, dat, uh, dat er een, een korting zou zijn op die bestaande schuld. Maar als je terugrekent. Uh, uh, ontvangen de schuldeisers over de loop van de tijd veel meer terug dan die korting die ze zogenaamd afstaan. Ja. Um, maar, maar liever is dat niet, zeg maar. Ja, dus je kan ook maar, maar niet terug... je hebt een beetje ademruimte. Ja, dus die, uh, tis, ja, nu is er eindelijk ademruimte. We zijn af van die default. Nu moeten we gaan werken aan een betere kredietwaardigheid. Uh, het land Suriname, de staat, maar met name commerciële bedrijven hebben het nodig. Uh, staat is eentje ervan. We merken dat veel uh, grote Surinaamse bedrijven ook lenen. Bij IDB. En um, um, als een land beter, een betere kredietwaardigheid heeft, betekent dat die bedrijven ook een goedkopere rente zullen krijgen. Dus dat die last van hen ook minder wordt. Ja, tot slot, meneer uh, Steven. We hebben alles opgezomd. En ik heb u al horen zeggen: we moeten een productieplan opzetten. Hm. Um, dat betekent dat het investeringsklimaat voor binnenlandse producenten en buitenlandse. Um, producenten verbeterd moet worden. Ja. Hoe zou Suriname dit het best kunnen doen volgens de VES? Ja precies, um, de overheid moet beginnen om bepaalde sectoren prioriteit te geven. Sommigen komen op ons af en het is verstandig omdat het te maken heeft met de natuur om ook daar naar te kijken want het zou dom zijn eigenlijk om te zeggen van ik doe niets aan goud en ik doe niets aan olie en gas. De natuur geeft het ons, het is een geschenk van Gado. Dus laten we ook daarin uh, investeren. Maar het is niet duurzaam en het vervuilt verschrikkelijk. Uh, we willen een duurzame economie hebben. Uh, veel mensen praten over toerisme. Er zijn nog veel meer zaken die gerealiseerd kunnen worden. Maar ze gaan niet volgende maand gerealiseerd worden. Waarschijnlijk ook niet over een jaar. Ja. Het is een bepaald proces um, waarbij je stappenplannen nodig hebt. En de overheid moet als eerste identificeren van ik heb graag dat bijvoorbeeld, ik noem het even toerisme, natuurtoerisme iets moet gaan worden. Wat het zal worden, moet de overheid gaan uh, uh, uitschrijven. Vervolgens, degene die investeert, krijgt één jaar um, uh, betaling uh, vrij, dus grace periode of vijf jaar of iets dergelijks. Welke rentecondities? Um, is er een, een pot van de overheid, misschien uh, ontwikkelingsbank, waar goedkoper krediet is? Hetzelfde geldt ook voor de agrobusiness, waarin het belangrijk is. Nu wordt er gepland en vervolgens merken we dat seizoensschommelingen maken dat... De prijzen zijn Ik zag een paar dagen geleden dat zes tomaten al um, 160 of zo SRD kosten. Ja, dus die ontzettende schommelingen uh, moet je niet hebben, maar dat betekent dat je een waardeketen en een, een toeleveringsketen moet gaan ontwikkelen. Zodat we uh, gegara gegarandeerde producten op de markt kunnen brengen tegen een betaalbare betaalbaardere prijs voor onze burgers. Veel werk dat verricht moet worden. Maar door dingen aantrekkelijk te maken, en dat kan dus via een, investerings, via een productieplan, dus een investeringswet, um, is, de, over, is, de, is de, de overheid alvast stappen erin. Financiering is ook nodig, waarbij ik zo net al zei, dat met name de investeringsproductiekredieten erg duur zijn. Dat maakt dat mensen voorlopig niet daarin gaan. Wisselkoers is één gedeelte van het verhaal. Maar ook als je een hoge rente moet betalen en hoog is meestal 20% tot meer, is het niet meer rendabel voor zo'n business. Met name als je geen grace period hebt of een eenjarige grace period hebt. Um, willen we de dingen gaan doen die duurzaam zijn voor ons land? En ons land heeft veel van ze ooit gehad. Een kokosindustrie om eentje te noemen. We zijn nu bezig met een ananasindustrie, eigenlijk ananas aanplanten. Industrie is zo groot geworden, ja. uh, um, maar dat kan ook met zoete patat en nog meer. We gaan het op papier moeten zetten dat het een prioriteit heeft, dat investeerders daarin welkom zijn en dat ze een bepaalde uh, begeleiding daarin krijgen. Zolang we deze dingen niet hebben, uh, ver vergeet ook niet dat we op een zeer slechte plaats staan op de Doing Business Index. Dus het geeft aan dat het ondernemersklimaat in Suriname absoluut niet uh, aantrekkelijk is. De buren zijn veel interessanter. En bedrijven merken dan ook niet dat de overheid die hand toereikt om het interessant genoeg te maken om hier je geld te investeren. Dus dan gaan ze dan over de grens. Ja, mijn afsluitingsvraag. <coughs> uh, we hebben nog anderhalf jaar regeerperiode. Want in 2025 moeten we um, uh, praktijkwijs ja, mm. niet uh, um, bijrekenen. Want men gaat zich focussen op de verkiezingen. Zal er in 2024 een ommekeer komen als... Uh, de eerste liters aardolies naar boven worden uh, gepompt. Uh, helaas zal dat niet eerder dan 20... Mocht het gebeuren, zal het niet eerder dan 2027 gebeuren. Gelukkig is het wel zo dat uh, vanaf het moment dat een, uh, in, dat een uh, ontwikkelingsbesluit wordt genomen, FID, dat er wat positieve dingen kunnen, kunnen ontstaan in de economie, maar het grootste gedeelte van Suriname zal er niet veel van merken. Meer de hotels, restaurants en natuurlijk de bedrijven die echt in het aardolie- en gasgebeuren bezig zijn. De rest van de bedrijven, bijna niet. Dus we moeten ons niet daarop blind staren. Feit is wel dat er een correctie moet komen. Hierom heeft de VES, um, u weet, de VES heeft uh, steeds een paar dagen voor de verkiezingen een economisch debat. Dit is de eerste keer dat we een tussentijds debat hebben, zodat de regering de mogelijkheid heeft om een plan aan de samenleving te presenteren over de maatregelen die ons beter gaan maken. Dat we slechter zijn geworden, is geen geheim meer. Maar wat zal de regering nu doen om het beter te maken? Want de president zegt steeds weer van, hij gaat het beter doen, hij belooft het, maar de mensen merken niet wat het verschil is. Ja. Um, nu is de mogelijkheid voor de overheid, voor de om het, het getij te veranderen. Um, tegelijkertijd kunnen partijen ook de overheid challengen van, uh, waarom heb je dit niet gedaan? In elk geval is het een goed moment voor uh, de... ...voor de politiek en het publiek om met elkaar in discussie te gaan. Dit moeten we vaker doen als, als land. De VES organiseert dit op uh, 7, uh, juli, maand 7 juli, maandag 7 juli. 17 juli. Ja, 7 juli. Het start om half uh, uh, 7 in het Assyria Event Center. Uh, het is een eerste moment so, um, waarbij die um, interactie tussen het publiek en de, en de politiek um, een beetje... Um, ...opgevoerd wordt en we moeten het vaker doen, want anders krijg je dat de politiek in zijn ivoren toren blijft en uiteindelijk weer viering. Dank u wel meneer Deby Persat, het was duidelijk en ik hoop dat uh, de beleidsmakers u via dit platform hebben gehoord. Zodat ze daadwerkelijk uh, um, uh, een ander soort beleid gaan voeren. Dank, ja, u dank u wel. Dat was de heer Deby Persat en uh, meneer Persat Dibitaki. umus me kwan produksi plan ku ap beina wayari nanga ete fu rigeri ne kerehereng en wan produksi plan kong so dat te ap produksi plan kong mu kan ferdi moro US dollars fu kan cara ekonomi kon tap spor a plan fu IMF bung dat na makro maar yu ap mikro anga meiso en a pisto dat ti muset kon ete.